Kinderopvang de Hooiberg in Wassinghorn. Het buitenleven voor uw kind. Kijk op hooiberg.nl met IJ en GH en volg ons op Facebook. Welkom bij de bank. Bij mij op de bank zit de zingende tegelzetter, Peter Meijer. Peter, leuk dat je bij mij op de bank zit. Ja, leuk dat je me vroeg. Ja, ik duik gewoon meteen even met jou het verleden in. Ja. Want je bent natuurlijk in Amsterdam geboren en getogen. Ja. En wat voor gezin kwam je terecht? Ik kwam in een gezin met Joop en Truus. Dat waren mijn vader en moeder. Mijn moeder werkte bij Hunkemuller. Mijn vader werkte bij een teelmachinebedrijf, had je vroeger nog. Dat is later een computerbedrijf geworden. Ik heb een broer, Joop, die is 8 jaar ouder, woont in Bergen. En zo zijn we eigenlijk de jeugd doorgekomen. Ja. En was er bij jou meteen in die tijd al een beetje dat zingen? Of? Nou, ik ga even vertellen, niet vanuit mijn ouders, maar mijn opa, echt een Jordanees, die zat vroeger in een koor. En die zei naarmate ik ouder werd, jij moet gaan zingen. Maar ja, als je 16 bent en je opa zegt dat, dan ben je met hele andere dingen bezig. Ik zei, dus van het zingen kwam niks. Dat zingen is begonnen dat ik 23 werd. Dat is echt serieus gebeurd. Toen kochten Peter en Marie Kroonen een boerderij, de Trapman, geloof ik uit mijn hoofd. En daar hebben we een feest en dat was Gerard Joling en Joke Bos en Joop Schilder nog. En er zat een bandje, Piet en Mieke. En toen zeggen ze, jij kan lekker zingen, wil jij even een liedje zingen? Ik zingen. Nou, toen kwam Gerard met een weddenschap dat ik op tv kon komen. Dat hebben we gedaan. Joop Schilder hebben toen een popweekend gezet. Daar was weer Henk Geels. Ja, en zo is dat van Lieverlee doorgerommeld. Want eigenlijk is jouw carrière dus begonnen met een weddenschap, hè? Om een kratje bier. Nou, dat was dus inderdaad met Gerard bij de Trapman. Of is dat Trapman, die boer? Nou, jij. En hij zegt, jij durft niet te zingen. Nou, ik zeg, hij zegt, nou, voor een kratje bier en een tv optreden. Toen had hij dat karaoke tv. En dat was ook weer iets hilarisch. Ik kon eraan. Maar helemaal niet meer het idee van... het hele regiegebeuren moest stoppen, want ik moest op het podium. En wat wil nou, een dag later is er een heel groot stuk over dat programma met een foto op de voorpagina. En daar stond uitgerekt Peter Meijer op. Dus zo is dat gegaan. Ja, toen was je meteen... Ja, toen stond ik bij de voorpagina, de Telegraaf, dus mooie start. Ja, en toen, in die tijd deed Joop op zondag met kermismatinee. Dus ik 4 liedjes geleerd en de hele tent vol. En ik die 4 liedjes, alles op zijn kop. En toen hem hier van het moor. En ik vergeet nooit dat ik gewoon letterlijk zeg, er is niet moor. Dus wij hebben niet meer die 4 liedjes gedaan. Toen was het gekhuis, was hartstikke leuk. Toen had je ook nog leuke kermissen. Hadden alle cafés nog live muziek. Dus ja, daar hebben we heerlijk genoten toen. Ja, dat was leuk. Ja, en na die 4 liedjes heb je dus nieuwe moeten instuderen. Hè? En wat zocht je eigenlijk uit? Wat was jouw genre? Nou ja, ik groeide natuurlijk op in de tijd van André Hazes. Iedere café, clubhuis, kantine waar je binnenkwam was André Hazes, ja. Koos Albers, Willy Alberti nog vleugen. En ja, uit je afkomst had je natuurlijk Johnny Jordaan en al die liedjes. Ja, dus het was vanzelfsprekend, ook een beetje natuurlijk met mijn accent, dat ik die richting eigenlijk een beetje als eerst uitzocht. En je moet mij ook niet vragen voor echte Engelse nummers, ik ken er wel wat. Maar mijn Engels, dat is bijna net zoals mijn Marokkaans. Amsterdams Engels. Nou ja, dan gaan we weer een mooie anekdote. Mijn broer trouwde in de Noorderkerk. En ik heb daar het Ave Maria gedaan. En toen zei de pastoor of de koster, om te goede. Het was een mooi Ave Maria op Amsterdams. Ja, dat zit erin. Ja, dat zit erin. Dat gaat er heel leuk uit, hè? Ja. dat zit erin. Nee, daar moet je ook niet voor te schamen. Ik bedoel, dan mag je eigenlijk wel een beetje trots op zijn. Vind ik ook. Ja, toch? Ja, zeker. Dan kom je ook hier en daar nog wel een vleugje. Ja, hoor je het bij mij? Ja, hoor echt. Ja, eerlijk. Nou, ze zeggen wel altijd als ik Amsterdam zeg, dat je het daar aan hoort. Nee, maar je hoort het ook aan je klanktoon. Ja, maar ja, dat is nou helemaal zo. Ja, dat is zo, dat is zo. Het zijn ergere dingen, geloof me maar. Ja, precies. Maar dat was dus echt ook wel het repertoire wat jij wilde. Ja, en daar voel ik me ook wel in thuis. Kijk, later is dat helemaal Nederlandstalig geworden. En wat natuurlijk ook mooi is, 20 jaar geleden kwam dat Nederlandstalige muziek eigenlijk uit het slop. Want vroeger was dat nog natuurlijk een beetje min over gedaan. Ja. En daar heb ik nog... Ik en duizenden van die artiesten zoals ik, noem ik het maar, hebben daarop meegelift. Want als André Hazes een hit had, hadden wij ook weer een half uurtje goede muziek. En daar zijn we gewoon lekker op meegerommeld.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk ook. Ja, het blijft natuurlijk leuk. En ik kom in, op de meest gekke plekken ben ik geweest. In hele grote festivals met hijskraan over het dak gedeeld op een podium. Echt? Maar ook in een seksclub. En ja, dan wil natuurlijk altijd iedereen weten hoe het daar aan toe gaat. Ik kan je vertellen, op dat moment kan ik een bus vol met geluidsmensen krijgen. Want iedereen wil dat natuurlijk wel eens meemaken. Er zijn er maar een paar uit mee geweest. Ja, en dat zijn natuurlijk de leuke en de gekke dingen. In het buitenland, Oostenrijk, eigenlijk overal. Maar waarom werd je in een seksclub gevraagd? Nou, daar willen ze een klein beetje live muziek. En weet je, daar komen ook gewoon mensen die van Nederlandstalige muziek houden. Alleen het mooie was, om 10:30, 11:00 ging daar dan een zwaailicht af. En dan ging het zootje, noem ik hem maar, los. En dan was ik klaar, dan ging ik lekker weg. Ik was de enige die ook in een spijkerbroekje en overhemd bestond. Kan je vertellen dat het er bloedheet was. Samen met Mart Welledijk, die doet al jaren mijn geluid. We zijn eigenlijk een 1-2'tje. Dus en de allereerste keer dat ik moest zingen, toen zei hij, en ik heb best een hele grote mond en ik ben niet zo bleu. Maar we reden toen weg en toen hadden we iets van, wat een gekkigheid. En morgen komen we die mensen gewoon bij de Albert Heijn weer tegen. Ja, nou dat lijkt me het meest gekke. Ja, maar leuk. En ik heb er eigenlijk nooit namen of niks genoemd, want dat is een afspraak die je maakt met elkaar. Mm. Maar het was wel grappig. Ja, leuk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Was je toen eigenlijk ook al tegelzetter? Ja. Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen? Hoe? Ik was denk ik 1,22 toen hier uit Schagen, Tony Drappen. Die had met zijn vader een tegelzetbedrijf. Stocht net als in deze tijd personeel. Ik werkte toen als cipier in de gevangenis. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin meer in. Dus toen ben ik gaan omscholen. Ben nog naar zo'n streekschool geweest, één keer in de week. En zo ben ik eigenlijk voor lieverlee in het vak verzuild geraakt. Maar hoe ben je als cipier begonnen? Hoe kwam je daar? Ik maakte mijn scholen niet helemaal af, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. En toen zeiden mijn ouders, ik vind alles goed, maar je zal toch wat moeten doen om de kosten te gaan verdienen voor jezelf. En de uitzending had je nog in Amsterdam, het grote uitzendbureau. Daar zochten ze toen in de Bijlmerbaais, cipiers. Toen ben ik eerst cipier geworden. En toen kon ik later bij een BBE-team, dat was een bijzondere bijstandseenheid binnen het gevangeniswezen, vanuit het gestichtswachten, dat was dus een andere divisie. En als er ergens in Nederland iets gebeurde binnen het gevangeniswezen, dan werden wij dan met een koppeltje heen gestuurd. En wat moest je doen dan? Nou ja, dan moest je op een krappe manier proberen de boel weer een beetje op orde te brengen. Want ja, je had ook wel eens boefjes die niet altijd naar hun cel wilden. Of je had een forensische toren waar mensen met een geestelijk probleem zaten. Ja, die stonden toch soms iets anders in het leven dan dat we gewend zijn. En die moesten in de houtgreep genomen worden? Die moesten dan heel af en toe wel eens in de houtgreep genomen worden. En in die tijd was ik even 15 kilo lichter en even handiger met de houtgreep. Dus dat moesten wij dan doen, ja. En ook gevangenen begeleiden, naar dokters bezoeken, mm-hmm. en andere transporten. Maar we hadden eigenlijk wel altijd heel erg leuk contact met die gedetineerden. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja, bijzonder dat dat kan, hè? Ja, maar het zijn ook mensen. En mm-hmm. wij liepen daar natuurlijk rond. En dat werd ons altijd wel ingeprint. Maar wij zijn daar niet om daar iemand te straffen of te veroordelen. Maar wist je ook wat ze gedaan hadden? Dat konden we wel weten, want er stonden codes achter. Oh ja. Maar het voordeel wat we hadden in de Bijlmerbaais, dat was het grootste deel huis van bewaring. Dus daar waren ze nog niet gestraft. Dus daar was eigenlijk iedereen nog wel relaxed. Want het kon ook zomaar zijn dat ze vrijkwamen. Ja. Dus ik heb daar wel een hele bijzondere tijd gehad. Maar je bent er toch weggegaan. Nou ja, als je dan dat werk deed wat ik deed, kon je een paar jaar doen. En dan werd je eigenlijk geacht om een beetje rustiger werk te gaan doen als cipier op een afdeling. Ja, en dan zat je misschien wel 8 uur in een hokje van 5 bij 5. En maar te kijken in de rond of alles goed ging. Nou, dat was niks voor mij. Nee, een beetje brood rondbrengen, eten rondbrengen. Nee, dat zag ik niet zitten. En hoe ben je eigenlijk in Schagen terechtgekomen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel het mooiste verhaal en daar ben ik nog steeds enorm blij mee. Maar mijn ouders, mijn vader, Amsterdams gingen vroeger in de buurt hier vissen. Nou ja, en dan werd het een bordeltje en dan gingen ze terug naar huis. En toen raakte mijn vader toch wel verliefd op deze streek. Hebben ze gekeken, huren ze hier ook bij boer Blauwboer in Stroet. Vergeet die naam ook nooit meer, in een boerderij een stukje. Toen werd er in Dirkshorde de eerste camping eigenlijk gebouwd van de familie Langendijk. En daar hebben ze toen 2 stukjes grond gehuurd. Een huisje voor mijn opa en oma en een huisje voor ons. En het mooie was natuurlijk, als mijn ouders moesten werken en we hadden lang vakantie, sliepen wij in ons eigen huisje. Maar we aten bij opa en oma.
Ja, en de camping was natuurlijk één Jordaanese familie in kennis onder elkaar. Dus ik heb daar zo een vreselijke leuke tijd gehad. Ja, dat kan eigenlijk niemand begrijpen als je dat niet meemaakt. En ja, dan ga je uit. Nou ja, en dan vind je toch de meisjes wel heel leuk. En gelukkig vonden ze mij ook nog wel eens aardig. Nou ja, en had je hier gewoon, het was hier allemaal iets ontspannender dan het uitgangsleven in Amsterdam. Ja. Dus, en ook over het algemeen hele leuke, goed uitziende meiden. Ja, nou ja, ook goed verzorgd. Ik moet ik zeggen, dat vond ik altijd, dat vind ik nog steeds hier in de buurt. En nou ja, toen leerde ik wat omzwerving eigenlijk precies kennen. En toen woonde ik al inmiddels op mezelf op de Manningschade. Dus daar hebben we samen nog wel gependeld, hoe noem je dat. Maar mijn hart was toen toch al een klein beetje aan Schagen verpand. Ja, ik ga je ook nog even vragen, want jij hebt natuurlijk opgegeven welke videoclip je wilt zien. Ja. En dat is eigenlijk iets waar we allebei fan van zijn, ja, hè? Ja, ik wist het ook stiekem in mijn achterhoofd. Ja, ik ben enorm gek van George Michael. Ik vind het echt nog steeds enorm zonde dat die man dood is. Ja. En hoe of wat, ja, dat zal allemaal wel. Maar dat is wel, ja, dat noem ik nou een idool. Ja, ik ging met mijn broer altijd naar de concerten, ook met andere vrienden. En ik vind het nog steeds zonde dat hij er niet meer is. Ja, ik ook. En welk nummer heb je uitgekozen? Ik heb een Outside, ja, weet je, dat is onontputtelijke nummers. Maar ik vond het een lekker fris nummertje. Een beetje in deze donkere tijden, een beetje licht. En heerlijk nummer. Daar gaan we nu naar kijken. Ja, George Michael was dat en Outside. Ja. Ja, het blijft gewoon geweldig, hè? Ja, het blijft heerlijke muziek. Doet het nog steeds goed. Mijn kinderen vinden het leuk. En mijn moeder vindt het leuk voor hun 88. Ik bedoel, tijdloos. Ja, maar dat is ook wel heel grappig. Je krijgt het vaak ook mee, hè? Als het thuis gedraaid wordt. Eens. Want waarschijnlijk heb jij ook van thuis Amsterdamse liedjes meegekregen. Ook, maar ik zat ook in de tijd, dat had je toen James Last. En weet ik veel wie, en dan moesten we bandjes opnemen voor de windsport. En, dat moest je nog vroeger natuurlijk. En dan had je in de auto een cassette in de auto. En dan had je 10 uur James Last. Dat klopt, maar ik had ook heel veel Nederlands talen. Vooral Willy Alberti. Dat vonden mijn ouders erg mooi. Ja, maar dat was ook wel typisch iets Amsterdams, ja, hè? Klopt. En het was natuurlijk ook een fantastische stem. Ja, dat was inderdaad waar. Ja. Ja, ja. Nou ja, je hoort nog altijd mensen erover praten. Dus wat dat betreft. Het blijft mooi. Ja. Ja. Je vertelde net dat je Patrice had leren kennen hier dus. Ja. Komt zij hier vandaan? Ja, Patrice is er eentje van de familie Limmen. Haar vader is eentje van Boy Limmen, een broer, en van Herman Limmen en van Rob Limmen. Dus die komt echt hier uit de buurt. Echt Schagenezen. Nou ja, goed, jij kwam dus uiteindelijk toch uit Amsterdam. Je was al een beetje gewend dat je hier natuurlijk in de buurt op de camping uitging. Maar uiteindelijk toch deze kant op gekomen. Ja, geen dag spijten. En ik werk nog veel buiten, ik werk eigenlijk altijd buiten Schagen, veel richting de Randstad. En als ik dan 's middags terugkom en je hoort het vaak van mensen, en dat is echt niet overdreven. En je gaat over het laatste klufje hier en je ziet de kerken. Ja, is gewoon een heerlijk gevoel. Is gewoon een heerlijk gevoel. En dan rijd je die stad in en dan al die cafés en die winkels. Ja, daar word ik zo blij van. Nog steeds. Nooit gedacht dat ik hier zou gaan wonen ook. Je werkte natuurlijk als tegelzetter, maar je ging tegelijkertijd, had je allerlei optredens. Ja. Hoe kon je dat regelen? Want als je naar de kermis gaat, het wordt natuurlijk hartstikke laat. In het begin, ik ga natuurlijk van bier drinken, maar toen dronk ik ook nog wel. De laatste paar jaren hou ik daar wel rekening mee dat ik dan op zondag al niet zoveel drink. Ja, en een kermis weet je van tevoren of je neemt een dag vrij. En het zingen is ook over het algemeen wel in de weekenden. Dus ja, dat is eigenlijk altijd wel goed te combineren. En hoe vond Patrice dat eigenlijk? Ja, die is natuurlijk in meegegroeid. En als ik hier in de buurt stond, kwam ze wel eens kijken. Maar als ik ook maar even buiten Schagen moest, had ze iets van, weet je, doe jij lekker jouw ding. Patrice vond het eigenlijk wel lekker. Had ze ook lekker haar eigen ding. Alleen wel eens was dat ze alleen naar verjaardag moest. Ja. En ik moest het wel eens aan de kinderen uitleggen. Daarentegen zei ik altijd tegen de kinderen, ik ben nu weg. Maar we kunnen wel leuke dingen doen door het feit dat ik vanavond weg ben. Ja. Dat hebben ze eigenlijk altijd ook goed opgepakt. Ja, en we hebben er allemaal een graantje van meegepikt. Maar zo werkt het uiteindelijk ook, hè? Zo is het gewoon, hè? Ja. En op andere momenten kan je het dan weer inhalen. Nou ja, daarom. Je kan eens wat extra's doen en je kan leuke kleertjes kopen en je kan een hapje eten. Nou ja, dat is allemaal even makkelijker. Ja. Nou, je zei het al, je hebt natuurlijk op heel veel plekken heb je opgetreden. Ja. Nou, ben jij een AFC'd eigenlijk?
Van huis uit wel, maar ik ben niet een enorme voetbalfan. Ik moet zeggen, als Ajax een hele belangrijke wedstrijd speelt, wil ik nog wel eens kijken. Nederlands elftal wil ik nog wel eens kijken. Ik ben wel vroeger met mijn opa naar het oude Ajax-stadion nog geweest. Ik ook. En mijn opa kwam inderdaad, en dat is echt waar, met een sigaar nog langs de supporters. Dat was toen nog. Dus, maar ik ben niet een heftige fan. Nee. Maar het bijzondere in die tijd was ook in dat stadion dat je gewoon langs de lijn kon. Je kon gewoon het veld oplopen. Helemaal geen punt. Nee, maar ja, het was toch ook een andere tijd. Ja. Je had iets meer respect voor elkaar, denk ik. Mm-hmm. En als ze zeiden niet over de lijn, dan gingen ze ook niet over de lijn. Nu heb je het weinig zin meer. Nee. Maar je hebt ook bij anderen opgetreden, hè? PSV geloof ik? Ik heb in stadions gestaan. Ik heb natuurlijk ook nog een paar jaar opgetreden met twee andere jongens. Dat waren de subtoppers. Ja. En daar hebben we echt op middenstippen van stadions gestaan. PSV hebben we bij de carnaval ook in het stadion gestaan. Met Marcel Wessel trouwens. Dat was hartstikke leuk. En het mooie was ook weer, wij komen dus Eindhoven in rijden. Wij draaien en wij rijden achter een stadsbus. En er staat onze foto achter. Ja, dat, weet je, dat zijn hilarische momenten, die vergeet je nooit meer. Ik met mijn grote kop op de stadsbus samen met Marcel. Ja, dat soort leuke dingen. Ja, dat zijn hele leuke dingen. Ja, in stadions, in zeg pop weekend hier heb ik jaren alleen met Marcel, met de subtoppers. Weet ik veel, ik presenteer natuurlijk ook al een paar jaar. Ja, dat zijn altijd hele leuke dingen. Ja, want je zei, je begon natuurlijk met een repertoire van 4 nummers. Ja. En hoe groot is het uiteindelijk geworden? Ik denk dat ik nu zo'n 500 nummers heb. 500? Ja, ik denk het wel. En hoe doe je dat dan? Nou ja, de meeste keer wel. En ik ga je ook heel eerlijk zeggen, als mensen natuurlijk een klein borreltje op hebben. Ik heb een klein beetje een verkeerd tekstje. Dat hoorden ze niet meer, hè? Moet het op het goede moment zingen. Ja. Meestal met dit soort muziek, zoals bij jou ook, dan overstem je op een gegeven moment. Zeker als ze een borrel op hebben. Helemaal waar. En nogmaals, Mart, waar ik al jaren mee optrek, die weet precies waar hij wat moet doen. En dan komt het eigenlijk altijd goed. Maar heb je ook niet iets bij je waar je teksten in hebt staan? Nee. Maar ik, je ziet het tegenwoordig steeds meer, hoor, dat ze zingen met een iPad. Ja. Misschien zou het handig zijn, hoor, maar ik vind het gewoon niet zo leuk staan. Nou, en ik wil ook zo kunnen weglopen en ik wil kunnen doen. En als ik dan halverwege mijn tekst weer terug moet rennen. Ja, dat is. Ja, zoals iemand. Kijk, heb je natuurlijk iemand met een gitaar of een duootje in die zitten. Dan kan het even makkelijker, maar ik wil lekker onder de mensen. Ik doe ook niet hele avonden meer. Ik doe meestal twee keer een set van een half uur. En dan heb je ook de mensen die aandacht hebben voor je. En je kan knallen. En je kan een feestje maken. En dan is het ook mooi geweest. En doe je het dan met een band? Of? Ja, ik werk eigenlijk altijd met een band. Wat ik heel leuk vond, ik heb natuurlijk met de Popweekend mee mogen doen met de CB-band. Ja, en dan merk je wel dat het fantastisch is om met echt artiesten te werken. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ik doe het met een band. Nou, dat lijkt me ook, hoor. Dat geeft toch een extra dimensie, ja, hè? Als je zo'n band achter je hebt staan. Fantastisch. Nou, dat je dan ziet hoe die mensen allemaal, ook zoals ik als hobby erbij doen, hoe goed die met die instrumenten zijn. Ja, dat is echt heel leuk. En ik stond natuurlijk met die meiden te zingen. Ja, dat was wel een hele leuke ervaring. Ja, ik vind het de leukste band van Poppy. Ja, ik zelf ook. Ja, ik zelf ook. Want ik vind ook gewoon dat ze die traditie gewoon jaarlijks. Want ze hebben ieder jaar een ander repertoire. Ja, en die Dr. Bernard act. Fantastisch toch, maar ook de mannen erachter. Het is gewoon een heel mooi, gezellig, georganiseerde puinhoop. Maar nogmaals, het zijn echt wel vakmensen. Heel leuk. Ik heb je natuurlijk ook naar een filmtrailer gevraagd. Ja. En Star Wars, dat had ik niet bij jou verwacht. Nou ja, weet je, ik denk dat ik op de lagere school zat, dat de eerste film ooit uitkwam. En ik ga nu met mijn zoon naar de laatste films ben ik geweest kijken. Het is een beetje de rode draad door ons leven. En het is een wereld die niet bestaat, maar toch wel heel leuk is, denk ik. Dus ja, dat heeft mijn interesse wel. Hij zei tegen mij van, het maakt niet uit welke het is. Dus jij weet ook niet welke er komt. Ik heb er geen idee, maar ik vind ze allemaal even mooi, die films. Ja, het is The Rise of Skywalker. Ik ga heerlijk met je meegenieten. Oké, we gaan daar naar kijken. Ja. Ja, dat was Star Wars. En ja, het is eigenlijk generatieloos, hè? Ja, nou ja, we hebben het net over mijn zoon. Kijk mee. En ik ben ook op die leeftijd begonnen. En het is gewoon een wereld die waarschijnlijk niet bestaat. Maar toch wel heel spectaculair is. Dus, ja, misschien juist wel daarom. Wie zal het weten? Ja. Nou, jij treedt natuurlijk ook al heel erg lang op. Ja. En we zitten natuurlijk nu in een periode. Ja, we ontkomen er niet aan om het er even over te hebben. Nee.
waarin jij waarschijnlijk niks meer kan doen. Helemaal niks. Ik heb er in de tussentijd misschien 2 optredens gehad, 3 optredens gehad. En voor de rest niets. En ik heb dan het geluk dat ik er niet aan hoef te leven. Maar ik heb genoeg mensen om me heen. In de podiumbouw, in de muziek en dergelijke. Die er hun brood mee verdienen. En dat is niet prettig. Nee, afgezien van het feit dat je niks verdient, is het natuurlijk ook zo dat je helemaal niks te doen hebt. Helemaal waar. Maar ook de gezelligheid. Ja. Het ergens naartoe leven. Leuke mensen ontmoeten. Ik ontmoet even goed wel leuke mensen. Maar als je natuurlijk buiten Schagen, overal in het land staan, ik sta echt overal. Ja, is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is een fantastische, leuke hobby. En kriebelt het ook echt wel bij je, dat je denkt, tuurlijk, ik wil tuurlijk. Wel weer. En dan komt dan heb je weer eens goed bericht vanuit de regering. En dan word je ook gebeld weer van, we gaan dit of dat. Ik had binnen een recordtijd had ik weer verschillende boekingen staan. En dan hoor je in één keer weer, het gaat anders. En dan weet je al als ze bellen wat het bericht is. Dat is het onzekere van deze tijd, hè? Ja, het is een, wat dat betreft ben ik wel een beetje klaar mee, maar dat zijn de meeste mensen. Ja, ik denk iedereen wel. Ik denk iedereen wel, dat is ook heel reëel. Maar goed, zie je even goed wel? Ik bedoel thuis of helemaal niks? Nee, eigenlijk niet. Maakt dat helemaal op mijn werk schrijf ik wel eens. Ik sta ook altijd in de badkamer, dus het klinkt gauw. Oh, maar, dat klinkt lekker. Ja, dat klinkt heerlijk. En als tegels blijven zitten, is het nog goed, hè? Dus ja, wat dat betreft heb ik het hartstikke goed. Ja, ik zing wel op mijn werk en ik heb af en toe niet altijd. Want mensen denken altijd, oh Peter Meijer, heb de hele dag Nederlandstalige muziek aan. Nou, dat ook niet hoor. Ik vind ook Engels en ik vind disco en ik vind al die muziekstijlen heerlijk. En heel af en toe doe ik even een radio, wat is het, NL aan. Nou, dan hoor ik weer eens even, hoor ik ook weer nummers. Ik denk, hey, daar moet ik eens even op letten. Die moet je dan ook natuurlijk weer gaan instuderen. Ja, hoe doe je dat ook? Worden er regelmatig nieuwe nummers aan je weten? Ik probeer daar wel een beetje in aan te passen. Aan de andere kant, mensen vragen mij ook vaak voor een beetje tussen haakjes de oude meuk. Want André Hazes en dat soort nummers blijven het altijd goed doen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen. Hè, dat iedereen heeft natuurlijk wel een favoriet. En als ze je dan zien, dan willen ze dat ook wel horen. Ik sta laatst in Waaland en er waren gewoon een ploeg jongens. En die konden gewoon al die nummers woord voor woord meezingen. Dat ik denk, hoe is dit mogelijk? Jullie zijn 18. Hoe is het mogelijk? Maar ja, dat blijft hangen. Hoe komt dat eigenlijk op je over? Als jij start met zingen, dat iedereen meteen meegaat? Ja, dat is het mooiste wat er is. En als jij zegt, iets geks zegt en er wordt op gereageerd. Ja, dat is eigenlijk waar je het voor doet. Dat is ook een beetje de graadmeter. En aan de andere kant, ik heb wel eens een optreden gehad bij de Gondelvaart in Koedijk. Daar stonden ze allemaal met de rug naar me toe. Ik heb daar 2 setjes gedaan. 2,5 uur zingen. En ik denk, nou jezus, wat ben ik hier? Het lijkt wel een begrafenis. We willen stoppen. De mensen komen naar ons toe. Of ik nog alsjeblieft wat wil doen, want ze hebben zo'n leuk aan. Nou ja, vul het maar in. Dat begrijp je niet. Ik begrijp er geen klote van eigenlijk, nee. Nee, nou ja goed, het blijft natuurlijk heel leuk en heel spannend. Ja, je weet nooit waar je terecht komt en hoe het gaat lopen. Je weet ook nooit hoe het loopt natuurlijk. Nee. Heb je dat eigenlijk, een beetje spanning als je begint? Ja, vroeger wel, in alle begin. Maar toen moest ik nog wel een klein biertje hebben. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet meer. Eigenlijk de laatste keer dat ik wel spanning had. Ik heb toen een paar jaar terug meegedaan met dat tv-programma. En toen kwam ik echt wel een keer naar beneden. Ik denk, wow, nou kijk wel een heleboel mensen. Maar voor de rest heb ik dat niet. Nee. Ja, eigenlijk moet je dat vergeten. Hè? Maar dat moet je landen. Anders moeten hun het doen. Ja. En dan kijken we wel wie het wat ze ervan terecht brengen. Ja, heb je ook gelijk in. Ja, dat toch? Is ook zo, ja. Nou, ik heb nog een paar dilemma's voor je. Oké. Amsterdam of Schagen? Ja, dat is een dilemma waar ik eigenlijk geen antwoord op kan geven. Dat ik in Amsterdam woonde, heb ik nooit gedacht dat ik in Schagen zou gaan wonen. En nu ik in Schagen woon, zou ik zeker niet meer terug willen. Ik hoop eigenlijk dat een beetje de lading dekt. Schagen is zo fantastisch. Ik heb hier zoveel vrienden en kennissen. En het is fantastisch. Ja. Nou, de tweede is een broodje van Dobbe of een broodje van Koten? Van Kootje? Ja, ik moet zeggen, Dobbe, dat was wel het begrip. Kootje kwam volgens mij later. En als wij het Remmelsplein op gingen, op zondagmiddag was dat vooral heel leuk. En dan even bij Dobbe een broodje. Ja, dan ga ik toch voor Dobbe. Ja, want er waren toch altijd wel 2 kampen in Amsterdam. Hè? Of je ging naar Van Dobbe, dat deed ik ook. Ja. Of je ging bij Kootje. Ja, nou, ik ging toch dan wel liever naar Dobbe, lekker rijk belegd. Ja. Heerlijk. Dat doe ik nog hoor, als ik in Amsterdam ben. Ik heb toevallig laatst op AT5 een hele documentaire erover gezien. Dus als ik er ben, ga ik het zeker doen. Ja, en dan de laatste, het popweekend presenteren of daar zelf op het podium staan om te zingen? Ik vind het presenteren enorm leuk. Ik vind, het is inderdaad een dilemma. Het is gelukkig geen jaar nee met Johnny de Mol. Ik vond het alle 2 fantastisch. Alleen, de laatste paar jaar doe ik nu presenteren.
Ja, en dan leer je weer een beetje achter de schermen. Maar je komt in contact met andere artiesten. Het is alleen wel, je bent 2 weekenden echt bezig. En zingen is een half uurtje. En daarna ga je weer onder de menigte. Ja, en dan een van mijn grootste hobby's, een lekker pils drinken met mijn vrienden. Daar heb ik dan wel weer tijd voor. Zit erop. Ik vond het enorm leuk. Ik ook, dankjewel en, Peter. Ja, ja, ook enorm bedankt. En, we komen elkaar weer tegen. Ik weet het zeker. En wat mij betreft heel graag tot de volgende.